Sjaan. Ja. Laten we maar meteen met de deur in huis vallen. U bent Turks, hè? Dat lijkt zo. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja. Hoe vind je, dat stond toch in mijn programmaboekje Turkse Nederlander. Ik las ook Nederlands Turk. Hoe zou u zelf omschrijven? Als Nederlander, denk ik. Ja. Want er wordt wel eens gevraagd van, waar kom je dan vandaan? En dan zeg ik uit Nijmegen. Nee, maar waar komt u nou oorspronkelijk vandaan? Dat ken ik. Dat kent u? Ja, gebeurt mij hetzelfde. Oh ja, we lijken een beetje op elkaar. Gek is dat, hè? En toch van een andere hoek. Maar inderdaad, die vraag ken ik. Waar kom je nou eigenlijk vandaan? Ja. En wat zegt u dan? Nijmegen. Ik zeg Nijmegen en dan, maar oorspronkelijk. En dan zeg ik, uit Nijmegen. Maar, en dan zeg ik, niet genoeg. Nee, maar dan zeg ik, u bedoelt mijn opa, die 50 jaar geleden vanuit het oosten van Turkije naar het oosten van Nederland is gekomen. Turk. Ja. Zoiets. Toch? Ja. Is dat vervelend? Ik weet niet of het vervelend is, maar je hoopt toch dat de eerste Turkse gastarbeiders kwamen 52 jaar geleden. Je hoopt na een half eeuw wel dat je tot dit land behoort en ook een volwaardige Nederlander bent. Dus het is soms, soms is het niet zo leuk. Over het Turkse element, tussen aanstekens element, sorry dat ik het zo even omschrijf, gaan we het zo nog uitgebreid hebben. U bent zeer recent teruggekeerd vanuit Syrië. Ja. Nou, dat klinkt heel stoer, is het ook. Zullen we heel even kijken? Want ja. Staat er iets klaar? Ja, hè? Stukje. We gaan een heel kort stukje zien van uw reis. Ja, naar Irak. Irak. Geluid? Hebben we geluid? Ja. Ongelooflijk. Ja, er wordt nog geschoten, omdat er nog een aantal IS-strijders, die verschuilen zich. Maar dat zijn echt de laatste strijders. Dus dat is een gelopen race. Maar ze zitten er nog wel, een paar. Nou, zo ziet een vernietigde, maar ook een bevrijde stad uit. Fascinerend om hier te zijn. Hier, in de Nouri Moskee. Hij wil graag de microfoon open. Nou, dat is de moskee dus waar het kalifaat is uitgeroepen. De Nouri Moskee in Mosul. En dit is eigenlijk op de dag dat de stad bevrijd werd van IS ook. Of in ieder geval, ze zeiden dat het bevrijd was, maar dat klopte niet helemaal. Dus eigenlijk alsof je Stalingrad inrijdt. De hele stad ligt in puin. Overal liggen de doden die daar weken hebben gelegen. Ja, een ontbinding zijn. Het stinkt verschrikkelijk. En, in elke straathoek zitten de doden. Dus, en ik had een dood kind gezien ook hier. En, Bent u daar nou als, op dit moment, terwijl u daar loopt, bent u daar als, want er staat press op uw, uw kogelwerend vest. Kijk, achter me zijn mensen selfies aan het maken van een dood kind. Dus dat zijn twee totaal andere werkelijkheden. Namelijk dat buitensporig geweld waar ik niet tegen kan en waar zij eigenlijk al 30 jaar in leven. Die reis die u maakte, deze reis. Ja. Wat was het, behalve dat u wilde zien, bent u dan meer verslaggever, bent u een reporter of wat gaat u doen met dit materiaal? We maken er een tweeluik van, een tweeluik over IS, dus een inkijk in die organisatie, hoe is het begonnen, hoe heeft het zich ontwikkeld en de val die nu is ingezet en wat er gaat gebeuren als het kalifaat ten einde is, wat gaat er gebeuren met de mensen daar. Mm-hmm. En dat hebben we gedaan aan de hand van de opkomst, aan de hand van 5 sleutelplekken. En de val van IS ook aan de hand van 5 sleutelplekken. Heeft u al een antwoord gevonden op de vraag hoe het zo gekomen is, zo ver gekomen is? Hoe heeft, uiteraard zijn er geopolitieke, hoe is dat Syrië en Irak, hoe is dat zo ontzettend uit elkaar gedonderd? Ja. Zat het eigenlijk ooit wel in elkaar, is eigenlijk misschien een betere vraag. Ja. Heeft u een verklaring voor deze
kende golf van agressie en haat. En... Nou, je ziet dus dat in 2003, als Saddam verdreven wordt, dat de Sjiïten en de Koerden aan de macht komen daar. En daarmee begint ook de onderdrukking van de Soennieten. Wat ik in het Midden-Oosten heb gezien in de afgelopen 7 jaar, is dat er nul verzoening is, nul handreiking is naar elkaar en alles draait om wraak nemen op elkaar. De ene groep heeft de komende 10 jaar de macht, neemt wraak op de andere. Dat kan een etnische, sectarische groep zijn. Vervolgens is weer een andere sectarische of etnische groep heeft de macht en neemt wraak op de andere. En zo zit je dus in een soort cirkel van wraak, waar ze dus ook niet uitkomen. En het woord verzoening, ja, dat kent men gewoon niet. Want als je verbinding? Aan de, nou, ook al helemaal niet. Maar het is gewoon, wat je vooral ziet is vooral veel wraak nemen op elkaar. En dat komt natuurlijk ook conflicten die niet zijn opgelost, dat die dan gewoon doorsudderen eigenlijk. En dat kan soms heel lang duren. Even voor de duidelijkheid, jullie mogen gewoon vragen tussendoor stellen door op te staan en te zwaaien. Is er al iemand die iets wil vragen? Anders ga ik door. Oh, sta maar op. En zwaai maar. Ja, je hebt al gezwaaid. Pak maar even de microfoon. En stel je nog even voor ook. Caroline van Marwijk-Ooy, student. Heeft u enigszins hoop als u zegt dat de wraak eigenlijk dus altijd zal volgen? Nou ja, als je in de straten loopt van een bevrijd Mosul, dan verlies je het vertrouwen in de mensheid ook. Ook hoe ze met elkaar daar omgaan. Ook hoe de Sjiïtische milities die de stad hebben bevrijd dan ook nog de burgers onderdrukken en vernederen en dat soort dingen. Ja, de hoop hou ik in ieder geval altijd, omdat ik heb me er al bij neergelegd dat er altijd oorlogen zullen zijn. Gewetenloze, slechte mensen. Maar daartegenover zullen er ook altijd mensen zijn die zich daartegen zullen verzetten. En dat dat een beetje elkaar zo in balans houdt. En die mensen van hoop, ja, die kom je toch overal tegen in het Midden-Oosten. Gelukkig ook, want ik denk dat ik dan heel snel verbitterd zou raken als ze er niet zouden zijn. Ja, nee, er is een meneer die zwaait. Oh. Ga maar eerst nog even. Sorry meneer, u bent straks. Vrouwen gaan voor. Toch nog wel even. Hier. Zolang het duurt. Dank u wel. Mijn naam is Veerle Nicolai en ik studeer nu International Relations hier. Ik vroeg me af, heeft het over al die groepen die daar in Mosul tegen elkaar hebben gestreden en nog steeds strijden. Moeten we dat laten gebeuren of moeten we ingrijpen als het Westen of gewoon internationale groepen? Mensheid. 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 Vind ik een hele moeilijke vraag. En als ik heel eerlijk ben, ik weet het eigenlijk niet. Als we wel ingrijpen, zie Irak, Afghanistan, Libië, totale chaos. Als we niet ingrijpen, zie Syrië, waar ook gewoon chaos is. En waar een dictator zijn bevolking met vaatbommen en chemische wapens aanvalt. Ik weet het echt niet. Ik heb ook niet erg een voorbeeld waarvan ik denk van nou, daar hebben wij succesvol als Westen ingegrepen. En dat zouden we als voorbeeld kunnen Kosovo? Zien. Kosovo? Ja, ook niet eigenlijk. Ook niet, misschien Nazi-Duitsland. Hebben we goed ingegrepen. Ja, nou ja, dat is ook, hè, natuurlijk. Heropgevoed. Hè? Denatificatieproces. Nee, ik vind prima. Het een moeilijke vraag. Ik weet het echt niet. Nu heeft die meneer de microfoon. Ralf van Hessen, vormgever. Ralf van Hessen, vormgever. Ik wil aan u vragen, hoe is uw relatie met de cameraman geweest? Als we het hebben over verbinding en het risico wat je met elkaar neemt. Ja. De cameraman was Bruce Amanda, dat is een oude oorlogsfotograaf. Dus die was eigenlijk nog veel cooler dan dat ik ben. En dat werkte heel goed, omdat we allebei heel rustig bleven. Dit fragment, het lijkt alsof het ons allemaal niks doet. Hè. Er vliegt ook nog een raket ergens in. Maar op een gegeven moment kwam het geluid ook steeds dichterbij. En toen zeiden we tegen Bruce, volgens mij is het momentum gekomen om er nu tussenuit te gaan. Nee, het samenwerken was heel goed. En dat is heel fijn als je cameraman ook rustig blijft. En dat je dan samen eigenlijk die reis maakt ook. En ook aan elkaar vasthoudt in die zin. Geen script. Geen script. Je hebt geen script. Je gaat op je gevoel af.
Nou, die heb je wel, maar daar heb je niks aan. Dus je komt daar aan en dat script kan dan de prullenbak in. Want er staat dan in, ja, dan gaan we die interviewen. Herkenbaar. En dat heeft geen zin. Je hebt er ook geen script. Nou, het script gaat ook steeds alle kanten op, dat is zo leuk. Maar we gaan met de flow. You go with the flow, ja. Hè? Ja. Interessant is, dus u bent programmamaker, hè? Ja. Niet jouw regisseur, nou programmamaker, u initieert heel veel. Ja. U hebt twee jaar geleden, iets langer waarschijnlijk al in het productieproces, een serie geïnitieerd waarvan dus ongeveer 2/3 van jullie nog nooit iets hebben gezien. Ik raad jullie bij voorbaat, anders vergeet ik het, van harte aan om dat alsnog te doen. Staat op internet, gratis en voor niets, van uw eigen belastingcentjes. Dus ik zou gewoon, het is namelijk echt een buitengewoon bijzondere serie. Ja, mijn complimenten. Ik stel wel even voor dat we alvast eerst een bloedbroeders, bedoelde ik. Oh, er is nog een vraag. Over Syrië nog? Ja, oh sorry, bloed, maar daar gaan we het ook nu over hebben. Ja, nee, ik pak door dan. Oh, er is nog één iemand die iets wil vragen over Syrië, denk ik. Zonder microfoon hebben we... Oh, die heeft hij al. Oh, sorry. Bahar Sharif, student ondernemingsrecht aan Erasmus. Er werd dus, u kaartte net aan van hè, oorzaak van zo'n ellende is eigenlijk wraak nemen. En daarvoor werd een vraag gesteld met westerse interventie. Is daar eigenlijk geen koppeling tussen juist westerse interventie en de ramp die we nu zien, in plaats van echt het daadwerkelijke wraak nemen van burgers? Die is er, absoluut. Ik bedoel, wij hebben zeker geen positieve rol gespeeld in die regio. En die discussie heb ik ook wel gevoerd met de mensen daar zelf. Want die hebben het dan natuurlijk heel vaak over de Amerikanen en vooral over Israël. Die koppeling wordt gemaakt en het Westen. Dat klopt ook helemaal. Maar ik vind, en dat heb ik ze ook een paar keer gezegd, oké, die Westerse interventie, het Westen is fout en grijpt in zo'n land. Maar waar is de eigen verantwoordelijkheid dan? Waar is het eigen geweten? Waar is... Ik bedoel, het is niet het Westen die tegen IS zegt, ga maar even iedereen onthoofden die je tegenkomt. Dus je hebt gelijk, het Westen heeft zeker in bepaalde delen van het Midden-Oosten een kwalijke rol gespeeld. En al heel lang, hè? Want zeker al heel lang. Afghanistan al 150 jaar. Zeker, zeker. Wij zitten altijd te rommelen daar in dat gebied. Zeker. Maar ik bedoel, neem Irak. De Amerikanen vallen Irak binnen. Ze maken er echt een teringzooi van. De macht wordt overgedragen aan de Shiiten en aan de Koerden. Zij hadden ook kunnen beslissen om te zeggen, die Soenitische Arabieren, die gaan we ook insluiten. Wij zijn samen het nieuwe Irak. We gaan een nieuwe staat bouwen waarin alle sectarische en minderheden erkend worden en ook een vrijheid. Maar Irak, ik ga even door op jouw thema. Irak is toch ook een constructie van het Westen geweest? Het Westen heeft toch Irak samengesteld? Die hebben toch met die rechten, met zo'n... Ja, dan ga je terug naar het Sykes-Picot. Nou ja, 80 jaar geleden. Ik bedoel, Syrië is ook bijeengeraapt. Nee, maar ik ontken het ook niet. Ik bedoel, Libië ook. Ja. Dat was eigenlijk 3 losse provincies waren dat. Precies. Totdat de Italianen dachten van ja, we willen er een kolonie van maken. Ja. Dus we voegen ze samen. Dus nu, 100 jaar later, in hoeveel stukken is Libië uiteengevallen? Uit 3 stukken. Namelijk weer ongeveer dezelfde provincies. Dus ik ontken dat niet. Maar er zit natuurlijk ook wel een soort verantwoordelijkheid van de mensen zelf daar. Meneer Chan, ja. Mag ik u even onderbreken? Ja. Dank u wel. Hoe komt IS dan überhaupt aan de wapens? Als u het hebt over, de mensen kunnen erop aankaarten van, joh, we willen dit niet meer. Hoe komt IS überhaupt aan de wapens dan? Heeft u enig idee hoe dat überhaupt wordt gefinancierd? En want ik denk niet dat ze daar een fabriek ergens hebben waar ze allemaal wapens zelf kunnen maken. Nee, die wapens die lagen in de kazerne in Mosul. Dat waren en wie heeft ze toegang gegeven dan? Nou, geen toegang. Ze hebben de stad veroverd. Ja, maar het lijkt me heel erg toegang? Makkelijk om te zeggen dan, zeg maar, er waren al wapens en die gebruiken ze. Als de kogel eenmaal geschoten is, kun je niet nog een keer gebruiken. Nee, maar zij hebben de stad Mosul veroverd. In de kazernes lagen veel geavanceerde Amerikaanse wapens. Die waren door de Amerikanen verkocht aan het Iraakse regime. Dus als u daarop doelt, dan heeft u gelijk. Ja, dan kom je eigenlijk misschien wel bij de kern van het probleem. De wapenhandel, die is gigantisch. De militaire economie is eigenlijk de enige economie die alleen maar groeit. Ook niet krimpt. Ja, de 5 permanente leden van de Veiligheidsraad zijn toevallig ook de 5 landen die de meeste wapens verkopen. Dus daar zit ook een probleem, dat ontken ik niet. Maar dat,
ontslaat je nog niet van je eigen verantwoordelijkheid als mens zijnde. In het kader van verantwoordelijkheid, maar ook geweten. Want los dat die wapens in Amerika worden gemaakt, zijn het ook die mensen die toch geen handreiking doen naar elkaar toe. De Sjiiten hebben niet tegen de Soenieten gezegd, kom maar, we gaan één land bouwen samen. Jullie behoren ook tot dit land. En daar zien ze dus nu weer de gevolg van. En misschien over 10 jaar zijn de Soenieten weer aan de macht en draait het zich weer om. Mircea, ja. We gaan zo door. Maar ja. Eén vraag van deze jongen. Ja, ja, hallo. Ik ben Ivar, ben acteur. En ik heb 2-3 jaar geleden een ander symposium meegemaakt. En daarin vertelt iemand van het Klingendaal Instituut dat bijvoorbeeld de oorlog in Syrië eigenlijk is begonnen door inmenging van Saoedi-Arabië. Mm-hmm. En eigenlijk gaf u net al een beetje antwoord op mijn vraag. Want mijn vraag is eigenlijk, zouden we niet juist alles veel meer met rust moeten laten? Want het is zo gecompliceerd met IS verdiende 4-5 miljoen per dag aan olie die werd verkocht aan Turkije en vervolgens door naar Europa. En de wapens komen van de Belgen, bla bla bla. En zo blijft het maar doorgaan. Maar zouden we niet juist alles helemaal met rust moeten laten? Je bedoelt, zelfs nu is IS weggejaagd, bijna. Ja. Maar zelfs in het geval van IS, dat wij zeggen, laat maar gebeuren allemaal. Nee, natuurlijk niet. Dat is natuurlijk te laat nu. Maar daarvoor hadden we het niet moeten zorgen dat die mensen moeten zelf hun land kunnen opbouwen. Moeten de boel niet meer met rust laten daar in het Midden-Oosten? Ja, dat hoop je. De boel met rust laten, minder wapens produceren. Nee, we kunnen. Ja, waarom koopt Turkije de olie van de IS? Nou, dat kunnen we. Ik ga je helpen. Door namelijk deze vraag niet te hoeven antwoorden. Mag ik nu een instart? Bloedbroeders, nee, straks. Sorry. She's a guest too. Ah, hier. Yes, it's Chey Anthony. Two inches as well. Generis lek nai turkain chibniris chabshidis turtar barta hayda barta e janek ore de tsay ay vesh vesh chipergvak Nerum emces, megele des panchega darvi vangars. Turki hai mech. Anzam piranes nerum. Utrishte. Chai nerum egavushen. Ayo. İyi babayla mı haber? Naran mı ahmaut yun arayın? Et panlar. Paç. Tera çava im serdi meş na gez gmer nem gmer na geta et çava. Over de ser geta et çava. Es nevim. Ses Miguel Valdez Spanish. Lieve mensen, ik ben vergeten om dit even toch in te leiden. De serie Bloedbroeders beschrijft een reis van een Turkse Nederlander, en een Armeense Nederlander. In eerste instantie, eigenlijk in tweede instantie trouwens ook, op zoek naar de vraag wat is er iets meer dan 100 jaar geleden gebeurd in het oosten van Turkije. Wat nog steeds in het Nederlands, zelfs blijkt ook heel snel in de eerste aflevering, nog steeds niet de Armeense genocide genoemd mag worden, maar de vermeende Armeense genocide. Dan weten we inmiddels wel dat er ongeveer 1 miljoen mensen zijn afgeslacht. Jullie doel was op zoek te gaan, uw doel was om op zoek te gaan naar de waarheid. Ja. U bent van Turkse afkomst. Ik vroeg u net, hoe is het nou om als vreemdeling hier gezien te worden? In deze serie behoort u plotseling tot de groep van de daders, althans, zo lijkt het, want in de Turkse geschiedschrijving bestaat de Armeense genocide niet. Die wordt ontkend. Ja.
nu zien we in dit fragment dat er een soort reconciliation is. Een soort, om daar te komen. Laten we eerst even mijn vraag. U besloot dit te gaan onderzoeken. Tegen de stroom in, dat wil zeggen tegen de Turkse stroom in. Wat was uw motivatie om dat te doen? Nou, ik was al eerder in Armenië voor de serie uitgezet. Ik volgde een aantal kinderen die waren uitgezet naar een aantal landen. Irak, Afghanistan, Kosovo en Armenië. En ik kwam daar dus aan. En het eerste, beste café waar we kwamen. En ze kwamen er dus achter dat ik een Turkse achtergrond was. Waarom ontkennen jullie het zo? Het doet ons zo pijn. En toen zei ik ook van ja, ik ontken niks. Maar ik weet er echt te weinig van. Was het echt zo? U wist het echt niet? Ja, ik wist wel dat de Armenen hadden geleden. En ik wist ook dat die discussie er was. Maar thuis, bij ons thuis, werd daar nooit over gesproken. En niet omdat mijn ouders dat niet wilden. Maar dat was gewoon geen onderwerp. Voordat ik u verder rooster, nee hoor. Ja. Kunt u heel kort uitleggen voor wie het niet weet? De vermeende, of inmiddels toch wel echt duidelijk, Armeense genocide. Wat gebeurde daar ongeveer? Ja, wat is er gebeurd? In kort, nou ja, het Ottomaanse Rijk viel uit elkaar. En in 1915 besloot de Turkse regering om ruim 2 miljoen Armenen eigenlijk te verdrijven uit dat gebied. Zij noemen dat volksverhuizing richting Syrië. Maar u moet het zo zien. Dat wat zij verhuizing naar Syrië bedoelen, is gewoon de woestijn van Syrië, namelijk het gebied Dazor en Aleppo en noem maar op allemaal. En daar zijn ruim 1 miljoen mensen omgekomen. Veel ook mensen die onderweg zijn omgekomen, vrouwen en kinderen. Maar ook echt, dat is één ding, wegsturen. Ja. Hè, een soort ethnic cleansing zou dat tegenwoordig heet. Ja. Maar er werd ook echt gemoord. Dat blijkt echt, en niet zo'n beetje ook. Ja, dus duizenden mensen die de Eufraat in werden geduwd of afgeslacht werden. Kinderen die de koppen werden ingeslagen, afgehakt. Ja, en het tragische is dus dat nu alweer een eeuw wordt ontkend. Dus je moet je eens voorstellen dat de Duitsers de Holocaust zouden ontkennen nog steeds. En nou, zo kom je natuurlijk niet tot een soort verzoening. Hoe kan het nou dat in het Turkse discours, om het maar even zo te zeggen, en ook zelfs in het Turkse discours in het buitenland, dus onder Turken in het buitenland, dat er zo onwaarschijnlijk wordt vastgehouden aan een soort mythe, namelijk de Armeniërs wilden zelf een beetje weg en we hebben ze een beetje een handje geholpen. Wat is dat? Dat is ergens besloten, al heel lang geleden, volgens mij direct erna al is besloten, dit gaat onder het tapijt. Ja. En we gaan de geschiedenisboeken op een manier schrijven, zodat de volgende generaties ook gaan geloven in dat het dus geen genocide was. En er zijn mensen die daar echt in geloven. Mijn opa die zei ook altijd van aan mijn vader zijde. Zij begonnen, met het moorden. Ja, en daar moesten wij iets tegen doen. En ik zeg dan, daar moesten wij dus iets tegen doen, is dan 1,5 miljoen mensen uitroeien. Ja, maar en hoe verklaart u die ontzettende emoties, de extreme emoties die loskomen in Turkije, maar ook zelfs hier in Nederland, als je dit onderwerp ter sprake brengt? Ongekend groot nationalisme, wat ook in het onderwijssysteem zit. Je krijgt bijvoorbeeld teksten als de Turk heeft alleen de Turk als vriend. Weet ik veel, 1 Turk voor de hele wereld. Turkije is voor Turken, hè? Ook nog zo'n quote. Ja, en daarmee groeien die jongens en meisjes op. En daar geloven ze ook in. En waar ze dus ook echt in geloven, is dat je voor het vaderland mag je best doodgaan. En zo niet misschien ook nog wel vermoorden. Die Armeniërs, zelf merendeels overwegend eigenlijk helemaal niet islamitisch, maar christelijk, hè, Armeense kerk. Ja. Dat waren toch Armeense Turken, of Turkse Armeniërs, dat waren Turken? Ottomanen, ja. Ottomanen, ja. Ottomanen. Wat is nou, denkt u, wat is de ware reden dat ze weg moesten? Omdat ze een ander geloof hadden? Waarom moesten ze weg uit het oosten? Of ging het ook om land? Ging het weer om landje pik? Ook om landje pik, omdat de Armenen natuurlijk daar al duizenden jaren woonden. Er was vanuit de Balkan hadden de Ottomanen heel grote stukken grond verloren. Dus die mensen moesten ook ergens terecht. En wat je dus ook heel vaak krijgt is, dan wordt de koppeling met het Westen gemaakt. Hè? Dat ze dus spionnen zijn en dat ze een groot Armeens Rijk willen. En het Turks Rijk was al, het Osmaans Rijk was al in elkaar gestort. Tragiek is, ze hebben eigenlijk nooit een rijk, wel heel lang geleden. Maar er is nu wel een soort Armenië, maar dat is een voormalige Sovjet-republiek. Ja, het is een surrogaatland. Surrogaatland, hè? Ja. Dus de Armeniërs zijn eigenlijk sinds deze, al 80 jaar...
in de diaspora. Ja, ja. Eigenlijk wel. Amerika wonen ze heel veel, Verenigde Staten. Ja, Frankrijk. Nederland, ook best een grote gemeenschap. Ja, ja. Hoe gaat het eigenlijk tussen Armeniërs en Nederlanders? Want je gaat op reis met een Nederlandse Armeniër, Armeense Nederlander. Hoe gaat het met het contact tussen Turken en Armeniërs hier in Nederland? Nu? Nou ja, sowieso. Nou, toen waren er ook wel weer wrijvingen tussen mij en Ara, hè, mijn reispartner. We begrepen elkaar soms ook gewoon niet. En het is ook gewoon omdat ik dan ook geconfronteerd word met info die ik dan ter plekke krijg. Dus ik sta bij de Eufraat, heb ik mooie herinneringen aan, want ik zwom daar altijd met mijn vader. En hij gaat dan even uit een Duits verslag lezen dat hier 50.000 vrouwen en kinderen zijn vermoord en dat de Eufraat rood kleurde. En dat je denkt, oké, ik weet niet of ik nu zin heb in deze info, Ara. Is het een beetje zoals die Nederlanders als je zegt, Zwarte Piet is toch echt een racistisch dingetje? Dat ze zeggen, nee, want in mijn jeugd geloof ik helemaal niet zoiets. Het is een beetje, je jeugd wordt verpest. Nou, wat ik bij mezelf de herinneringen. Wat ik bij mezelf merkte ook in het begin is dat ik ook in die ontkenning ging. Van ja, maar het kan toch niet zo zijn dat we, hè, de Turken, dat zomaar hebben gedaan? Dat kan toch niet? En daar geloof je dan ook een beetje in, totdat je je verder verdiept. En dan denk je van... Cognitieve dissonantie noemen we dat. Je hoofd zit in een bepaalde mindset en het is moeilijk om die te draaien. Nu is het veranderd, hè? Ja. Ja, je bent nu overtuigd... Je zegt, ja, jullie mogen zo. Je bent overtuigd dat het een genocide is. 1000%. Ja. Nu je dat ook uitspreekt, heb je nu ook last van een backlash vanuit de Turkse gemeenschap? Ja, vinden ze jou een verrader, een vuile was uithanger? Sowieso. In de periode dat de serie werd uitgezonden, het waren vrij zware weken. En ik kan niet meer naar Turkije toe. Serieus nu? Omdat het artikel 301, die is nog niet helemaal ingetrokken. Namelijk het beledigen van de Turkse staat en het Turkse volk. En daar hoort dan ook bij het benoemen van een genocide. Er wordt bijna niemand voor aangeklaagd. Maar nu in deze huidige tijd zou het zomaar uit de laag getrokken kunnen worden. En het helpt natuurlijk ook niet als je bij Pauw aan tafel gaat zitten om over president Erdogan kritische noten te krijgen. Dus dat allemaal bij elkaar zorgt ervoor dat ik al 3,5 jaar niet naar het land kan. Ik beloof niks meer te stellen, de vragen bedoel ik, aan jullie. Ja, meneer daar achterin. Alweer die mooie, knappe meneer met zijn... Kijk, hoe strak. Het wordt nu een beetje eng. bedankt heel erg. Ik heb heel erg genoten van de serie Bloedbroeders. Ik heb zelf een tijdje in Georgië gewoond. En dan was Armenië mijn weekendbestemming. Dus erg van genoten altijd. Mijn vraag gaat eigenlijk om het volgende. Armenië en Azerbeidzjan zijn natuurlijk nog in een erg actief conflict. Waar gewoon dagelijks nog wordt geschoten en vaak ook veel doden vallen. Afgelopen jaar nog. In de Armeense perceptie is dat nog een groot gedeelte daarvan. Want zij denken gewoon dat ze tegen Turken vechten. Of dat Azerbeidzjan of Turkije komt. Dat maakt hen niet uit. Het zijn allemaal Turken. De vraag is die ik heb, maakt dat voor de Turken ook nog uit dat die oorlog nog steeds bezig is? Is dat daar nog een onderdeel van of is dat totaal niet zo? Want in de Armeense perceptie is dat bijvoorbeeld dus wel zo. Nee, wat interessant is voor de Turken is de olie uit Azerbeidzjan. Dat vinden ze het belangrijkste, maar het is niet zozeer dat ze daar hele duidelijke stellingen in nemen. En het is ook gewoon... hoe zeg je dat? Kijk, de Turken, het zijn de Armeniërs, hè, die het gebied hebben verloren waar ze gewoond hebben. Hun kerken zijn afgebroken. Er is ook iets van een soort overwinningsgevoel bij Turken. Namelijk, nou, we hebben ze er gewoon keihard uitgeschopt. En goed dat we dat hebben gedaan. Maar het is los van hele nationalistische Turken die heel erg naar Azerbeidzjan kijken. Voor de gemiddelde Turk interesseert dat hele Nagorno-Karabakh eigenlijk niet. Dat hele conflict niet. Oh, vooral uit het midden. Alle vragen komen uit het midden. U, want u was de vorige keer... maar deze meneer wilde er net ook al iets vragen. Hoi, Amjad, master finance student bij UvA. Ik heb een vraag. Wij praten echt veel over verleden, maar ik wil graag weten... Over wat denk jij over toekomst? Wij zijn nu in Nederland, je bent van Turkisch afkomst. En je weet nu de situatie in Turkije, in Irak, Syrië, in de hele regio.
Je hebt twee kozen. Eerst dictatorship, de tweede is oorlog. En hele steden weg. En ja, echt een moeilijke situatie. Je hebt geen derde kozen. En we zijn hier in Nederland, hier veel vrijheid. Je kunt geen discrimineren. Ja. En je kan zeggen wat je wil. Ja, ik wil graag weten, wat denk jij over de toekomst, over Midden-Oost of ook in Turkije? Omdat nu ook de situatie gaat het ook een beetje ontwikkeld. De toekomst in Turkije? Nee, ja, in Midden-Oost en Turkije. Of, okay, ja, ja, omdat of, een beetje een oorlog. Waar komt u zelf vandaan, als vraag mag? Waar komt u Sorry, vandaan? Ik kom uit Syrië. Syrië. Okay. Ja, de toekomst. Ja, de toekomst in het Midden-Oosten. Niet heel erg rooskleurig helaas. Ik wil graag heel hoopvolle dingen zeggen over het Midden-Oosten. Maar wat ik heb gezien in Libië en in Syrië en in Irak, maar ook in Afghanistan. Ja, daar word je niet heel erg blij van. En ik hoop steeds op die beweging die van binnenuit komt, moet komen, om die verandering teweeg te brengen. Ik zie dat nu een beetje in Tunesië, dat die mensen zich toch echt wel dat democratische pad zijn ingeslagen, met heel veel hobbels. Maar het heeft gewoon tijd nodig. En ik hoop dat dat voor die andere landen ook geldt. Maar ja, als een dictator blijft zitten, lang blijft zitten, ja, dan weet ik niet hoe we dat moeten oplossen. Dus ja, ik ben niet heel erg hoopvol. Nee. Ja, nee. Volgende vraag. Ja, nog. En dan gaan we naar jullie daar. 1, 2. Steek eens handen op. 1. Oké, 1. Ja. Hallo, ik ben Sira, student sociologie en documentaire. En u heeft duidelijk heel veel kennis van wat er hier allemaal gebeurt. Maar ik ben eigenlijk ook heel benieuwd naar hoe het beleeft om naar zo'n landen te gaan. En ik heb meerdere documentaires van u gezien. Wat drijft u om toch steeds weer naar conflictgebieden te gaan? En hoe is het om hier terug te komen? Nou ja, het is soms heel erg onwerkelijk als je terug bent. Ik woon in Nijmegen om daar in een veilige en een rustige stand rond te lopen, terwijl je een week daarvoor door Mosul liep. Wat mijn drijfveer is, dat ik wil, hoop, dat ik het leed van een ander, wat een paar duizend kilometer verderop is, dat die hier de huiskamer instralen. En dat ver van mijn bed, namelijk dat is toch allemaal daar en ver weg, dat het wordt dat je ermee naar bed ging en dat het je beroerde eigenlijk. En dat je ook iets begrijpt vanuit het perspectief van die mensen daar. Ik bedoel, ja, vanuit je comfortzone op situaties kijken is heel makkelijk. Maar bekijk het eens vanuit de mensen daar. En daar kan ik iets over zeggen. Bijvoorbeeld, ik heb hele stellige overtuigingen over IS is slecht. En mensen die met IS zich bij IS sluiten zijn slechte mensen. Maar als je in Fallujah woont, wat in 2003, maar ook in 2006 zwaar gebombardeerd is geweest door Amerikanen. Met fosforbommen, met bommen met verarmd uranium. Waar een kwart van de kinderen ziek zijn, doodgaan aan leukemie. Ik een man ontmoette die 4 kinderen had begraven, elk jaar eentje. En dat hij tegen mij zei, maar welke andere keus had ik dan me aansluiten bij IS? En dat mag jij verwerpelijk vinden en slecht vinden en evil vinden. Maar er was voor mij geen ander alternatief, want ik wist niet waar ik met dat verdriet en die woede en die teleurstelling waar ik naartoe kon. Nou, en dan denk je daar dus ook over na, dat je denkt van ja, het zijn ook soms de omstandigheden die mensen dwingen tot dingen die niet heel goed zijn. Of in ieder geval, deze man had zich dus bij IS aangesloten. Maar vanuit het perspectief van die man begrijp ik het eigenlijk wel. Niet dat ik er begrip voor heb. Ik kan natuurlijk vanuit het fijne Nijmegen zeggen, ja, waarom word je geen pacifist? En begin je geen vredesbeweging in Irak? Maar het is toch anders als je daar bent. En het is anders als je het vanuit het perspectief van die mensen zelf bekijkt. En dat is waarom ik die reizen doe en het risico neem en het ook waard vind om die risico's te nemen. Zoals ik vorig jaar ook naar Chora ben gegaan, Afghanistan, om eens aan die mensen daar, aan de Afghanen, te vragen, wat vonden zij nou eigenlijk van de Nederlandse missie? Oké, ik weet het wel. Ik heb al die Nederlandse militairen gezien. Aan tafel 300 boeken die er zijn geschreven, de Van Ums en noem maar op. Maar wat vond de Afghaan eigenlijk ervan dat er een Nederlandse krijgsmacht in hun land was en wilde opbouwen? Meneer Tjaan, ja. Ik vind het heerlijk om naar u te luisteren. Ja. Het geldt ook voor iedereen vast, maar ik krijg de hele tijd enorm driftig zwaai van de baas. Die gaan we negeren. Nou, dat kan niet. Dus we gaan nog één vraag doen
aan onze rechterzijde, ja. Jullie linkerzijde dan, ja? Nou, dankjewel eerst. Ja. Mijn naam is Gilbert, ik studeer bestuurskunde. Ik heb ook een start-up in vluchtelingen. Een start-up in vluchtelingen? Nou, we willen Nederlanders vluchtelingen samenbrengen door middel van eten. Dat willen we doen door vluchtelingen in chefs te veranderen. Maar uiteindelijk, mijn vraag gaat over wat je aan het eerste gedeelte zei. Dat deze mensen onmenselijk zijn en wreedheden doen. En nu heb je gedeeltelijk een antwoord gegeven aan mijn vraag. Maar mijn vraag is dat wel waar? Zijn deze mensen die deze wreedheden doen ook wel slechte mensen? Of is het gewoon zo dat ze altijd heel beargumenteerd zijn over waarom ze iets doen? Weet je, de nazi's geloofden ook in hunzelf. Het is een gesloten vraag, want ik kan alleen maar kiezen nu. Nee. Dus in hoeverre vind je dat waar? Nou, hoeverre ik evil vind, is natuurlijk zijn er altijd gewetenloze mensen die ontzettend veel genieten van geweld en noem maar op. En er zitten ook mensen die er echt in geloven, voor religieuze motieven hebben. Maar ik heb ook mensen gezien die echt, met de rug tegen de muur is misschien nog zacht uitgedrukt. Kijk, je bent een Fallujah. Laten we even teruggaan naar dat voorbeeld. Fallujah, gebombardeerd door de Amerikanen. Saddam is weg. Sjiïtische milities komen, die komen dan je nog een keer onderdrukken daar. Op een nog goffere manier. De enige die je kan beschermen in het gebied is IS. Wat doe je dan? Als je je gezin kan beschermen. Ik vind het verwerpelijk, maar vanuit het perspectief van die man snap ik het wel. En ik weet niet of hij daardoor, of hij slecht is. Of dat het de omstandigheden zijn die hem gedwongen heeft om bij IS te gaan. En dat vind ik heel erg interessant om juist dit soort mensen ook te vinden. En goed antwoord. Ja, nee, zo lekker, zo allebei en dan toch ook een beetje zo. Ja. De laatste vraag, echt waar. De laatste. Nee, het is beloofd. Jongen, jij zit hier niet. Ik zit hier. Precies. Laatste vraag. Meneer, staat u op en roep uw naam en stel de vraag. Ja. Oh, waarom is de microfoon er niet? Stop even. Snel. Ja. Hoi, ik ben Volkan. Ik wil het hebben over Turkse trots. Die lijkt een beetje verbinding in de weg te staan. We zagen net hele mooie verzoenende beelden van een Armeense opa die jou eigenlijk vergeeft onder naam van alle Turken. Maar als we dit zeg maar weer terugkoppelen naar de Turks-Nederlandse gemeenschap, daar zie je onverzoenende reacties. En daar lijkt die trots in de weg te staan. En mijn vraag aan jou is eigenlijk van, moet die Turkse trots niet een keer aan de kaak worden gesteld in plaats van dat we dat als middel Armeense genocide doen? Ja, graag Volkan. Ik bedoel, ik zou niks anders willen. De Turkse trots, het Turkse nationalisme, dat allemaal een stukje minder mag. Maar ik zie dat niet met dit regime wat nu in Turkije zit, die juist heel erg ook weer bezig is om het Osmaanse tijd ook weer een boost te geven. Dat mensen trots moeten zijn op die periode. En dat je dus ook gewoon mensen ziet die daar ook gewoon in geloven. Ik bedoel, dat is echt het laatste wat ik kan vertellen. Ik was in Deventer en er was een jonge man van 19. Die was mij aan het filmen en die maakte mij uit voor het sletje van Pauw. En dat weet ik veel nog allemaal. De wat? Het sletje van Jeroen Pauw. Het sletje van Jeroen Pauw. Ja. Omdat ik daar aan tafel had gezeten en kritische dingen had gezegd over. En je had hem moeten zien. Hij was gewoon emotioneel. Hij ging bijna huilen. En ik denk, je bent 19 jaar oud. Je moet je misschien iets meer zorgen gaan maken over een stageplek. En Of een baan. Ja, ik bedoel, we lezen toch al die rapporten. Elk jaar, SCP schrijft er elk jaar rapporten over dat het op de arbeidsmarkt toch moeilijk is voor jongeren met een diverse achtergrond. Maar daar maakte ze het niet druk om. Maar hij was echt zwaar geëmotioneerd. Van hoe kun je nou zo lelijk over onze grote staatshoofd praten? Met het idee ook van, ja, er is een grote broer die beschermt ons. En die durft Duitsers nazi's te noemen. En Nederlanders natuurlijk ook voor alles en nog wat uit te maken. In ieder geval van alles en nog wat te noemen. Ja, en als die trots en dat nationalisme, als dat een stukje minder kan bij derde, vierde generatie Turk, ja, dan komt het wel heel snel goed, denk ik. Hoop ik. Meneer Tjaan, ik ben u zeer erkend. Nog niet klappen, nou ja, ik mag wel straks klappen, maar nu even, nog één keer zeg ik het. Bloedbroeders, als je nou vanavond naar huis rijdt, je hebt niks beters te doen, zet hem gewoon aan, even npo.nl of je zoekt het maar gewoon online. Weet het, Google, Bloedbroeders, bam, eerste aflevering, kijken. Je zit meteen, echt waar, aan je stoel geplakt. Ik beloof het je, gegarandeerd. Oké, dank u wel meneer Tjaan. Dank u wel.